We hebben dit gewoon niet goed gedaan. Ik heb zojuist Niloufer daar ook over gebeld. Ik heb aangegeven dat we het vonnis bestudeerd hebben. En dat we daar uitvoering aan gaan geven. Wat betekent dat we de beëindiging van het fractielidmaatschap terugdraaien en de schorsing opheffen. De rechter stelt dat we het belang van de melders te centraal hebben gezet. En dat we te weinig oog hebben gehad voor het belang van Niloufer. Ja, ik vond het dan ook gepast om daarvoor mijn excuses aan te bieden aan Niloufer. En dat heb ik zojuist ook gedaan. De rechter geeft ons een heel dringend advies. Namelijk om te starten met mediation. En dat heb ik net ook met Niloufer besproken. Om samen om de tafel te gaan van hoe nu verder. Ook om te kijken hoe we richting gaan geven en vorm gaan geven aan het onderzoek. Want het verhaal van deze 13 melders staat wel nog steeds. En ik hoop dat we daar ook samen uit gaan komen.